De vreugde was groot vorige week zaterdag toen Urk kampioen werd van de hoofdklasse B. En de vreugde in het dorp was zaterdag nog een keer goed zichtbaar tijdens de huldiging. Toch gaan de gedachten nu al uit richting het volgende seizoen. Want Urk speelt dan in de derde divisie. Dat er wat gaat veranderen, dat is wel duidelijk. De afstanden zullen wat groter zijn en de tegenstanders zullen wat aansprekender zijn. En dat is voor ons helemaal nieuw. Wij zullen in die klasse onze weg moeten weten te vinden. En nou ja, verwachtingen ga je niet uitspreken. Ik denk dat je realistisch moet zijn dat wij met de club die wij hebben, eigen spelers, in eerste instantie erop uit zijn om proberen te handhaven. En het zou dan moeten gebeuren met de vaste groep spelers. Want Urk haalt geen spelers van buitenaf. Keeper Richard Strijker is de enige niet-Urker in de selectie. Maar de promotie naar de derde divisie betekent niet dat er veel spelers van buitenaf komen. Als iemand zich aanmeldt en denkt, goh, dat clubje Urk, die doen het toch leuk, die zitten nu ook in de derde divisie, daar wil ik ook wel eens onderdeel van uitmaken, dan moet hij zich beseffen dat hij daarmee geen eurocent salaris krijgt. Dan kunnen we hem helpen, zeg maar, om zijn reiskosten wat in controle te houden met die hoge brandstofprijzen. Maar voor de rest, ja, dan zal dat het ook zijn. Maar zo iemand is zeker welkom, als hij iets toevoegt. En als hij daarmee ook geen Urker talenten in de weg zit, die daar misschien ook op die positie naartoe willen groeien, ja, dan is dat helemaal geen probleem. En af en toe verse vis. Zeker, ja, dat klopt, ja, inderdaad. En Richard, volgens mij, krijgt hij ook behoorlijk wat vis. Voor elke nul die hij houdt, krijgt hij een visje. Dus dat is ludiek, weet je wel. Maar dat moet je niet als arbeidsvoorwaarde zien. De supporter krijgt wel te maken met andere voorwaarden in de derde divisie. Geen wedstrijden meer in Emmeloord en Genemuiden, maar in Noord-Holland en Zeeland. Als je, ik noem maar iets, naar Hoek moet of Goes, of, dan ben je een dag onderweg. En nou is een Urker vaak wel erg creatief. En sommige echte supporters die verbinden daar bijvoorbeeld een weekendje aan of zo. Of ze nemen de caravan mee of, om daar maar bij te zijn. Maar ja, hoe dat zich gaat ontwikkelen, dat moeten we afwachten. Het wordt hoe dan ook een interessant jaar in die derde divisie. En Nagel en Hellinga hebben er vertrouwen in. Een stukje ervaring en vooral een brede selectie ga je volgend jaar in de derde divisie wel nodig hebben. Nou goed, dat wordt nu aangevuld met jonge gasten die naar de toekomst toe, ja, dat niveau ook gaan halen. Die twijfel is er niet. Hoe dat volgend jaar gaat, ja, dat zul je moeten afwachten. Maar in die zin, als dat een paar jaar geleden gebeurd was, ja, dan had ik er misschien wel van wakker gelegen. Maar op dit moment niet. Dat vertrouwen heb ik wel. Het voordeel is dat wij natuurlijk wel een heel hecht team hebben. Misschien niet dat je kunt zeggen, het zijn allemaal de beste voetballers. Maar het is wel een geweldige teamgeest die speelt. En dat heeft ook bewezen dat een teamgeest doorslaggevend kan zijn in bepaalde wedstrijden. En niet te vergeten, wij hebben ook een geweldig publiek wat erachter staat. En als dat één keer begint, dan zweept dat onze jongens op tot ongekende hoogte.